Biggie Roko de Fudu. Woorden van herkozen voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname. Hoewel de NPS bij de afgelopen verkiezingen is gegroeid, moet er meer werk verzet worden, zodat de waarde van de partij groeit in de Surinaamse politiek. In functie is gekozen als voorzitter de heer Gregory Rusland. De heer Gerald Pawiro Rejo. Patricia Adnell. S.D. Pichot. Roseline Daan. Ronnie Umar. Het hoofdbestuur van de NPS zal in januari beginnen met de werkzaamheden waarbij de diverse structuren en instituten worden geëvalueerd. Dit betreft ook de afdelingen waar het advies van kaderleden noodzakelijk is voor de samenleving, maar ook voor de partij. In de komende periode zullen we ook moeten evalueren ons wetenschappelijk bureau, de adviesraad, het JAPIN. Alle instituten zullen geëvalueerd worden. Want de NPS heeft het kader in huis. En we moeten ervoor zorgen dat het kader inderdaad ook zijn schouders, haar schouders onder het werk zet. Om ervoor te zorgen dat de praxeris aan de NPS, dat wij die informatie brengen naar die samenleving, naar die regering. Om ervoor te zorgen dat we onze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land. Jongeren zien verschillende zaken gerealiseerd, waaronder het woningbeleid. Gregory Rusland, die onlangs is aangesteld als adviseur van de president, geeft aan dat hij bezig is met dit vraagstuk. Diverse ministeries zullen samenwerken aan een adequate oplossing voor deze kwestie. Is in ieder geval in kaart brengen per undenono. Dat mag gebied voor woningnood. Wat moeten we doen om ervoor te zorgen om die nood naar elke Surinamer, en die zijn nog wat mij betreft een partijpolitiek zijn. Serana massa ab van nodu. Moeten we zien hoe ze tegemoet komen. En die cluster bestaat uit de minister van Openbare Werken, Amana de verantwoordelijk voor Dub voor Poosso normaal. Minister van Grond, mevrouw Poki Musorgo Gigrong. Minister van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is geweest tot nu toe voor het beleid op woningbouwgebied. Minister van NH, die moet zorgen voor stroom en water. En onze eigen minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Want de historie voor Ruimtelijke Ordening en Milieu komt overal in alle facetten van ontwikkeling voor. Leven de NPS! Leven de NPS! Leven de NPS! Grazie. Op de vandaag gehouden verkiezingen is naast het hoofdbestuur ook het congresbestuur gekozen. Beide besturen van de NPS hebben een zittingsperiode van 5 jaar.